Een hele goede morgen, lieve vrienden. Ja, nog op de valreep. Het is tenminste laat. Ja, nog eventjes. Het is maandag, het is 3 september. En het is 11 uur 51. En ik wens jullie allemaal een hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog van Corinna en de Beestenboer. Oh ja, gelijk commentaar. Poortje Dikkie. Ja, dus zoals jullie al wellicht hebben gezien, heb ik de naam op mijn YouTube kanaal veranderd naar Corinna en de Beestenbron. Wel als ik de link van mijn kanaal doorgeef, blijft het nog gewoon Corinna Luisterburg, die jongen hoor. Dat kunnen jullie ook nog gewoon ondervinden, lijkt mij. En ja, het is... Ik vond het gewoon veel leuker. Ja, mijn diertjes horen erbij. Simpel. Maar ik hoop dat jullie genieten van mijn kanaal. En ik ben nou bezig met een bak koffie. En onder die deksel, daar staat een pan met nog wat eten voor mijn hondje in. Die had gisteren genoeg. Dus die heeft het laten staan. Maar het waren er anderen die erop af wouden. Ik zeg niks. En dan blijven we... Het hondje, punt. En dan de rest van de afwas eventjes in de vaatwasser doen. Maar ook daar zit nog in en dat kan ik opruimen. Ja, dat gaan we nog opruimen. Had al het een en ander gedaan, maar er kwam er weer wat tussen en dan moet je weer stoppen. En hier is een andere meisje. Ja, een andere meisje. En hier zit mijn rode kereltje. Hé, rood kereltje. Ja, kom je omhoog met de kop. Hé? En waar mijn andere kerel is, weet ik niet eens. Niks hoor. Oh, kijk eens. Die ligt hier. Ja, nou. Of niet dan? Ja. Ik geef nog de kwispel. Dus ja, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van jullie dag. Geniet van mijn vlog. Geniet van alles met wat jullie doen gaan. Ja, en ik moet nog steeds vragen naar Karin, hoe doe jij dat om hem weer scherp te stellen? Want ik kom nergens aan, zodat hij waardig wordt. En ik kom ook, het zal. Misschien dat ze het hoort. Dat Karin, vergeet je het iedere keer per telefoon of wat app te vragen. Hoe doe jij dat? Want hij trekt af en toe waar ze weg en ja, ik weet niet. Ik zou zeggen, tot later. Ja, en hier was ik weer even, lieve vrienden. Ik heb de boel lekker hier opgeruimd en gedaan. Het is weer schoon. Allemaal. De vaatwasser die draait. En ja, natuurlijk, het is maandag en ik ben net vergeten te vertellen dat natuurlijk Astrid weer komt. Ja, dus, wat er niet veel gevlogd, nee. Dus ja, het zal weer twee dagen bij elkaar worden. Ik weet het nog niet. Maar in ieder geval, geniet van je dag en ik zou zeggen, we zien elkaar. Lieve vrienden, een hele goede middag. Nou, Astrid die is al een geruime tijd alweer weg. Maar wie is er ook gekomen? Ja, jullie raden het niet. Nee. Kijk, onze Mitchell. Hallo. Hallo, Shetty. Wat ben je aan het doen, Mitchell? Ik ben ook aan het reguleren. Oh ja, is het zo? Ja, je hebt
er heel veel en die kan ik allemaal evalueren. Oh. Nou, dat doe je goed. Ja. Ja. Dan moet ik zeggen dankjewel, Michel. Ik doe mijn best, graag. Mooi. Dus ja, we proberen het een beetje gezellig te maken. Ik heb net weer een vlog in de videopad gezet. Jullie weten dat dat andere programma bij mij op mijn computer niet wil werken. Ik moet eerst een nieuwe pc hebben, dus dat kost weer een heleboel geld. Maar dat komt allemaal wel goed. We gaan gewoon een bank beroven. Oh, er wordt gezegd, we gaan een bank beroven. Wow! Nou, laten we dat maar niet doen, hè? Nee, Mitchell, dat doen we maar niet. Dat, nee, ik wil niet de gevangenis in. Nee, ik wil niet de gevangenis in. Dus ja, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet nog verder van jullie dag. Ik weet niet eens hoe laat het is, zullen we ook even bekijken. Het is 15:46, dus nog mooi de tijd. Dus geniet verder met hetgeen wat jullie doen. En veel plezier ermee. Een hele goede avond, lieve vrienden. Ja, het is 6:12. Een hele goede avond allemaal. Geniet van de avond. Ja, heerlijk. Het wordt natuurlijk ook weer vroeger donker. De meesten die genieten daar meer van dan wanneer het langer licht is. Ze hebben het er ook al over gehad op het nieuws dat ze niet meer de klok terug of vooruit of wat dan ook willen zetten. Dat het de zomertijd gaat aanhouden, maar dat is er nog niet door. Dus dat horen we wel, maar ik zit ook weer alleen met mijn diertjes. Mitchell die is net de deur uit. Dat een gezellige drukke middag gehad. En straks is het weer etenstijd, maar ik moet eerst weer even een vlog even in de videopad stoppen en dat die kan renderen. Dan kan ik tenminste weer rustig voor de dieren gezorgd en voor mezelf. Maar ik wens jullie allemaal een hele fijne avond. Geniet van alles. Veel kijkplezier met de vlogs op alle kanalen waar jullie komen. En ook veel kijkplezier op dat kiekkastje daar. Mijn hondje zegt natuurlijk ook. Een fijne avond allemaal. Ja. Hé, ja nou. Wat een dikke, we gaan de staartje tekeren. Oei ja. Oh, lekker man. Maar oké, en hier heb ik dan ook nog eentje. Die zegt ook vast. Het allemaal maar een hele fijne avond. Hé, ja nou. Ja. En die daar ook, hè, die wil dat ook wel zeggen, hè. Jij nou? Zeg jij dat ook van je avond? Jij nou? Ja. Hoi, Titi. Hé? Nou, en die andere, die zit buiten, tenminste de net, zo. Ja. Hij zit buiten, waar de vogeltjes fluiten. Hé? Ja nou, kerel. En natuurlijk, hè, die moet gelijk binnenkomen, hè. Ja, die gaat niet even mooi zitten. Nou, ze zeggen, lieve vrienden, geniet van alles wat jullie doen gaan. En ze zeggen, tot laat op de avond. Ja, goedenavond lieve vrienden. Het is al eigenlijk net middernacht geweest. En mijn hondje die ligt daar lekker. En ik zal ben mijn pc even opnieuw aan het opstarten. Want ik heb dit allemaal dan problemen met mijn pb, persoonlijke berichten, op Facebook. Dat wil maar niet laden. Dat is één grote witte vlak met bovenin een cirkeltje dan wat ronddraait. Hé, kerel? Ja nou? Ja! Waar is de rest eigenlijk? We gaan naar rechts op. Zo is er lichter hierin. Ja, mijn meisje, hè? Ons prinsesje, ja! Ons prinsesje en meisje. De rest is denk ik buiten. Hé?
Ja. Ja, en ik heb de lamp aan, zoals jullie wel begrijpen, dus ik draai hem niet om. Nee. Hoe wordt die geschat? Ja. Oh, is het zo? Hé, is het zo? Hé, is het zo, wijfie? Oh ja, natuurlijk. Nou, wat een bloem, wat een bloem. Ik vind hem niet echt mooi. Ik denk van een kaktus of zo. Ja, doet er niet toe. Nou. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik sluit gezellig af bij mijn prinsesje. Wie weet, zegt ze nog wat. Hé? Ja nou? Grootje, hè? Oh, bosje, tikje, dan. Dat ik zou zeggen, geniet nog van jullie nacht, als jullie nog wakker blijven. Mochten jullie naar bed gaan, dan zeggen wij welterusten. En slaap lekker, met mooie dromen. Hé? Ja nou, en gezond weer op. En graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei, doei.